de seizoenen van de aarde te plagen. En dat gaan wij ook doen. Koud of warm, sprookjes mogen we nooit in de kou laten staan. En vandaar dat we nu ons sprookje laten starten. Tot hulp en bijstand, wie mijn ellende ook ziet, het helpt mij niet. Wie mijn ellende ook ziet, het helpt mij niet. Nog niet veel verkocht. Hier, dat is groot genoeg. Daar kan ons kat in jongelen. Och jong, even hier. Ik ben er eentje kwijt. Ik heb er een kat in mij aangestoken. Uw pa moest het weten. Niks zelf op je smoel. Als ik 5 cent van u krijg. En ik ook. Kunt u naar fluiten? Dan ga ik het zeggen. Ik ga zeggen. Wat? Ik vind het werkelijk ongehoord dat er in onze moderne maatschappij nog bedelaars op straat zijn. Ja, die zien het. Dat beest hem voor heb komt van schroom, arme Marietje. Vol angst kijk ik dan om me heen, zie ginds haar rood een heer alleen. Ga weg, zegt hij, afschuwelijk kind, ach, niemand die mij ooit bemint, arme Marietje. Ja, het is het meisje met de zadelstokjes. Ze komt zadelstokjes verkopen. Ga weg, vieze! Pas ik! U gaat voelen of stapt uit de keuken. In de keuken had hij toch wel iets dikker binnen, hoor. Geer weg, stuk stront. Allee. We hebben dat niet nodig. Je hoort dat je een nieuwe auto gekocht hebt. Ja, ik heb die gekocht hier bij de Lank, in de Mexische straat in Leuven. Ik ben daar een paar keer geweest. Ik zit daar mijn draaien niet. Liever wil ik niet. Nee, daar heb ik al zoiets topjes voor mijn gordijnen gekocht. En schoon, hè? En kwaliteit, hè? Is dat niet duur? Ja, dat weet ik niet, hè. De factuur wordt rechtstreeks opgestuurd naar de firma, hè. Weet je wat? Bid tot God en hij zal jou beschermen, ja? Zeg, moet ze nog een tasje soep hebben of zo? Mama! Uw soep was niet tevreden! Oh.